sociaal, ik ga babbelen meer. Ik ben straathoekwerken en spaar mensen op om ze te deradicaliseren. Want radicaliseren is echt niet cool op een schaal van 1 tot 10. Hey, matje, niet radicaliseren. Wat? Je wordt er al een tinkje om. Ik heb daar een neus voor. Ja, oké, sorry. Beetje ontradicaliseren, of wat? Hé, wat? Nee. Voor waar ga je aan een broek aan? Dat is verbergen van het lichaam. Ik heb je wel door, ze. Dat begint met een broek en eindigt met een boerke. Dus dat ga ik dat niet meer zien, hè. Maar even uitrusten. Van al dat radicaliseren word ik moe, hè. Zeg, Sharia, is dat uw naam? Want dat is wel een meisjesnaam, hè. Wat, foe. Ik ben geen meisje. Sharia for Belgium is een organisatie die zich inzet... voor het behoud van de eenheid van België. Ah, nee, het foe, dommerik. De sharia is de islamitische wet. Elke moslim moet zich hier aan houden. Alleen dan zal hij of zij in het hiernamaals terechtkomen. Willy Bob. Oh, maar wacht eens. Gij zult een extremistje of wat? Godverdomme. Kom aan, Michiel. Deradicaliseren. Zeg maar, allee, vind je dat nu zelf niet wel overdreven, hè? Hij is er nu zo speciaal aan het hiernamaals. Thuis, in het hiernamaals zal je alles krijgen wat je wil. Waaronder 72 maagden. Ook zal je al je vrienden terugzien. Tfoe. 72 maagden? Dat is kei plezant. Ik ben zelf ook nog maagd. Wie weet zit ik dan wel in uw groepje. Zeg maar, is de Mark er ook dan? Dat was maar een buurman. Die is dood, maar die heeft mijn cd van Bille Peres nog de rotzak. Ja, dommerik. Iedereen toch? Dat is toch wat ik zei? Oula. Zeg, waar kan ik me inschrijven? Welke bus moet ik daarvoor pakken? Ah, oula, Didi. Daar moet je geen bus voor pakken. Het hiernamaals bereik je vanzelf, wanneer je als goede moslim sterft. Allee, goed. Dan zullen we er maar eens aan beginnen, hè. Gewoon even moslim worden en mijn eigen laten afknallen. Mark, hier ik kom. Zeg, als ik in een groepje zit, moet je wel een beetje voorzichtig zijn, hè. Shari, kom eens hier.